Voor mij ben je op de trein gezet vanochtend. Ik ben toch weer teruggekomen. Hoe moet dat nou met jou? Gaat niet goed, hè? In Leiden fietsen handhavers Johan en Joost samen door de stad. Wanneer ze een kijkje nemen bij het Centraal Station, een man die ze wel kennen. Hé, ik ben weer terug. Voor mij was je op de trein gezet vanochtend. Ik ben toch weer teruggekomen. Hoe moet dat nou met jou? Gaat niet goed, hè? Waarvoor blijf je niet in Delft dan? Je komt elke keer terug. De man is een bekende dakloze voor Johan en Joost. Maar als je gaat hier dat bier niet open doen, dus dan moet je dan meenemen. Dan ga je lekker naar het PPG, ga je daar hangen en zitten. In de omgeving, op buiten de singels. Want gisteren lag je hier natuurlijk ook op de weg, hè? Gisteren lag je hier ook s'avonds laat midden op de weg, op je rug. Ja, we hebben je van straat afgehaald. Levensgevaarlijk. Als daar een bus een draai maakt en die ziet je niet, rijdt er gewoon een Arriva-bus over je heen. Wat heb je met je hand gedaan dan? Ja, meegehoord. Wil je dat afzakken of gaat het lukken? Gevallen. Probeer zo even op te staan. Dan komen we over een minuutje of 10 weer kijken. Ja, afgesproken. Ja. 66. Hij is nu vrij nuchter. Hij is redelijk, ja. Maar dat kan over een aantal uren weer helemaal anders zijn. Ja. Dus, als je gewoon binnen een halve meter staat, dan is die lucht is niet te harder. Maar ja, hij zit wel tussen andere passagiers die gaan met de bus mee willen. En dan wil ik hem eigenlijk hier gewoon niet hebben. Dus hij moet wel weg. De situatie van meneer is erg schrijnend. Johan en Joost nemen een kijkje in een parkeergarage. Daar vaak jongeren die voor overlast zorgen. Wat ben je aan het doen hier? Niks. Dat is raar, heb je auto dan? Ik zou niet weten als je geen auto hebt wat je dan moet doen. En voor mij is dat je de trap uitzet. Ja, maar even je idee laten zien. Maar wat was je dan doen? Niks. Nee. Dus je hangt gewoon in de garage rond. Voor niks. Maar dan kan toch ook buiten? Ja, dat is buiten. Dit is niet buiten. Nou, daar is het zij toch buiten. Maar hier staat toch niet buiten? Nee, maar ik heb net nog wat drinken gekocht. Waar is dat drinken dan? Boven daar op de trap. Maar dat drink je dan toch doorgaans ook buitenop? Toch niet op een trap in een traphuis? Ja, nou, niet in een traphuis. Precies, en dat gebeurt heel veel. Dus heel veel gasten, jongens, meiden, die zitten hier allemaal. Die zitten daar. Laten heel veel blikjes achter en benden. Mensen moeten dan er langs willen, dan naar een auto. Die vinden dat vervelend. Dus het is een overlastlocatie. Ja, we staan nu in de Dirkgarage. Er is hier heel veel overlast van hangjeugd en van onder andere van daklozen. Die zitten hier eigenlijk alcohol te drinken en drugs te gebruiken. De Dirk heeft er heel veel last van. Ook de mensen die boodschappen komen doen, hebben er last van. Dus vandaar dat wij hier samen met de politie heel veel controleren. En de gasten die wij hier aantreffen, die spreken we aan, registreren we de gegevens van. En eventueel aan de hand van wat zij al eerder hebben gedaan, doen we of een waarschuwing of een bekeuren. Wees smakelijk. Wel de garage uit, krijg een officiële waarschuwing. Dus volgende keer niet hier lopen hangen en chillen kan je overal, maar dat kan op heel veel andere plekken. Ik snap wel dat je met elkaar even wat leuks wil doen. Je maakt er geen hele grote bak alleen van. Deze jongens die hebben alleen maar een zak snoep en een flesje drinken gehaald bij de Dirk. Die zaten gewoon heel rustig boven in het traphuis te chillen eigenlijk. Zonder overlast. Dus die hebben een waarschuwing gegeven en die zijn weer weggestuurd. Kijk eens. Heb jij bedankt. En fijne avond. Situatie opgelost. De heren gaan richting het centrum waar ze weer de dakloze man tegenkomen. Deze is nu leeg of niet? Is deze nu leeg? Dit biertje. Dankjewel. Als je bij PPG in het gas gaat zitten, kan je dat laatste biertje op drinken. Stop die even in je jaszak, in je binnenzak. Dan moet je straks in ieder geval niet zien en hou hem in die zak tot je bij PPG bent. Ja? Ja, deze meneer die heeft al heel veel bekeuringen gekregen voor van alles en nog wat. Dus het heeft niet veel zin om hem nog te schrijven. Weet je, af en toe dat doen we het wel. Maar
hij en wij zijn ook het meeste mee gebaald. Zijn gewoon lekker naar het daklooscentrum gaat. Daar weer verontnuchterd en dan weer morgen weer een nieuwe dag. Moet ik even helpen even met staan? Twee. Kijk, even evenwicht vinden. Mooi in je zak. Deze meneer moet naar het daklozencentrum, daar slaapt hij. Alleen hij heeft nu heel veel gedronken, dus het duurt wat langer voordat hij daar is. Ja, gaat hij? Vandaar dat Johan hem op weg helpt, een klein stukje. De situatie van deze man is al jaren uitzichtloos. Maar er kan pas wat aan gedaan worden als hij zelf open staat voor hulp. Ja, het zou kunnen dat we hem verder nog een keer tegenkomen. En dan gaan we zelf het verhaal hebben aangedenken. Gaan we ook weer helpen opstaan en weer verder helpen naar PPG. Hopelijk komt er ooit een oplossing voor deze man. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.